Welkom bij deze podcast rondom de Eregalerij van de Nederlandse Fotografie, de nieuwe permanente expositie van het Nederlands Fotomuseum. En mijn gast is vandaag Willem Popelier, van wie een foto in de Eregalerij is opgenomen. In diverse gesprekken gaan we dieper in op deze Eregalerij, gesprekken met en over fotografen, over fotografie, de betekenis van dit project voor de beeldcultuur in de breedste zin van het woord. Mijn naam is Baram Sadeghi en ik ben een schrijver-journalist. Het Fotomuseum heeft 99 foto's geselecteerd, dus ik ga iets vertellen over de achtergrond van dit project. Maar het Fotomuseum is zich ook bewust van het feit dat elke selectie vertekend, zogenaamd biased is. En daarom heeft het museum het publiek gevraagd om mee te denken. Iedereen kan een foto meesturen door middel van QR-code te scannen. En dan is jouw foto officieel voor eventjes onderdeel van de Eregalerij. Dan hang je als het ware in het museum. Aan het eind van dit gesprek, pak een beetje ongeveer over 30 minuten, ga ik met onze fotograaf van vandaag, Willem Popelier, een paar van die inzendingen bespreken. Maar, zoals ik zei, ik ga beginnen met Willem Popelier. Zijn foto, getiteld Afgekeurde Identiteiten, is een onderdeel van de Eregalerij. Oké, Willem, ik wil graag met jou zometeen je foto die opgenomen is in de Eregalerij Afgekeurde Identiteiten met jou bespreken. Maar eerst is het over je achtergrond. Vertel eens wie, wat, waar, wat voor vooropleiding heb je gedaan? Wanneer, waarom, afstudeer, richting, barst, los? Ik ben met fotografie begonnen nadat ik al van de middelbare school af was. En ik bouwkunde studeerde op de universiteit. Waar ik een korte tijd heb rondgehangen. En daar besloot ik al redelijk snel mee op te houden. En iedereen om me heen zei, ja, je bent veel te creatief hiervoor. Je moet naar de kunstacademie. Dat vond ik maar niks. Een soort vooroordeel wat ik had. Dat is vast niks voor mij. Maar ja, er zijn heel veel manieren om werkloos te worden. Fotoopleiding, kunstacademie. Nee, nog niet eens. Zo van, dat is niet een toekomstperspectief, maar meer zo van, nou, die plek, dat past, dat is niks voor mij. Het voelt niet als een warme jas of zo. Ja. Zit dat ook niet in de familie? Zeker wel. Ja, mijn even kijken, de opa van mijn moeder is kunstschilder. Er zijn nog wel meer creatieve uitspattingen in de familie. Mijn moeder is componiste, dus er zit wel meer in. Maar het was meer zo van, nee, dat is niet het soort mens wat ik ben, die naar de kunstacademie gaat. Okay. Maar dat werd wel tegen mij gezegd. Ja. En ook bij bouwkunde. Ik ben daar toen mee gestopt. Toen ging ik op een studiereis met bouwkunde nog, met meerdere studenten door Europa naar allerlei plekken. En er stonden op een rij allemaal foto's te maken, allemaal nog met fotorolletjes. En een paar weken na die reis hadden we een reunie dat je bij elkaar foto's kon nabestellen, zoals het toen nog ging. En toen verdiende ik aan de nabestelling, omdat iedereen mijn foto's wilde. En toen dacht ik, dat is gek, want er stond op een rijtje allemaal ongeveer dezelfde foto te maken. En zo is het ontstaan dat ik me meer ging interesseren in dat medium en in het maken van foto's. En een paar jaar later ben ik naar de academie in Den Haag gegaan. Dus een paar jaar heb je niks al gestudeerd? Ik heb een baantje gehad. En in de tussentijd gefotografeerd, gewoon voor mezelf. Als een soort kip zonder kop, gewoon wat ik leuk vond en mooi vond. En toen ben ik naar de academie gegaan in Den Haag. Daar heb ik gewoon het programma doorlopen. Ben ik afgestudeerd met een project over mijn eigen jeugd. En dat project kreeg meteen heel veel aandacht. Is dat het project met je zogenaamd met je tweelingbroer? Ja. Is dat het? Ja. Kan je het even heel kort beschrijven voor mensen die het niet kennen? Dat is een project dat gaat over de geschiedenis van een tweeling die in hun jeugd uit elkaar gehaald is. Een eenige tweeling. En het project vertelt wat er is gebeurd in feitelijkheden. Van het moment dat een van de twee uit huis is geplaatst,
op 4-jarige leeftijd, totdat allebei niet meer in een ouderlijk huis wonen, maar op zichzelf wonen, volwassen zijn. Je praat nu al een soort in derde persoonsvorm over jezelf, ja. Klopt dat? Ja. Als je het project bekijkt, het is een boekpublicatie ook uiteindelijk geworden, dan zul je ook niet direct zien van, oh, dit is een soort ego-document. Losgekoppeld van de persoon, heel bewust. Omdat ik bijna als een soort rechercheur of als iemand in een laboratorium aan het zoeken was van wat is hier nou, wat zijn de feiten, wat is er nou precies gebeurd en wanneer. Persoonlijk was ik op zoek naar waarom ben ik gescheiden van mijn tweelingbroer. Ja. Maar ik had in het onderzoek daarnaartoe, wat natuurlijk een persoonlijk onderzoek was, maar ook een heel mooi verhaal om te vertellen als fotograaf, kwam ik zoveel antwoorden tegen die niet alleen heel anders van elkaar waren, maar ook tegenstrijdig, dat ik al snel door had, ik kan hier geen antwoord in vinden, of misschien een ingewikkeld antwoord dat ik dan weer waar vind, maar iemand anders weer niet. Dat ik besloot me bij de feiten te houden. En door dat echt een soort gortdroog te presenteren, werd de emotie, want het is nogal wat dat er een tweeling uit elkaar wordt gehaald, die werd eigenlijk alleen maar versterkt. Omdat iedereen is een mens en iedereen heeft gevoelens. En doordat ik die gevoelens dan niet in het project zelf stopte, kwamen die eigenlijk des te harder aan bij iemand die dan denkt, ja, maar jeetje, dan zou je toch dit gaan voelen, of dan, ja. Nou ja, et cetera. Correct me if I'm wrong, is dat het project waarbij je ook echt foto's ziet van een tweeling, bijvoorbeeld naast elkaar, wij hebben het over baby's misschien van 1-2 jaar naast elkaar liggen in een soort bedje of in een kinderwagen en met een soort bijschrift erbij van, dit ben ik. Oh, misschien ben ik dit. Nee, dat is leuk dat je dat zegt. Dat is een ander project. Ik ben na de opleiding in Den Haag mijn master gedaan op de Sint-Joost in Breda. Mm-hmm. Omdat ik dat project wat ik dus, waar we het net over hadden, het was zo groot en kreeg zoveel aandacht ook. Maar ik wilde nog zoveel leren. En ik had ook het gevoel dat ik daar nog helemaal niet mee klaar was. En dat, wat is wat ik doe? Waarom doe ik wat ik doe? Waarom maak ik wat ik maak? En daarvoor ben ik die master gaan doen. Ja. Om daar meer achter te komen. En een van de beginstappen daarin was, ik had dat archief natuurlijk van al die foto's van mezelf. Familiearchief. Ja, dat familiearchief. Ja. En daar zaten zo'n ontzettend mooie foto's in, dat je ook denkt van, nou, ik zie soms ook wel waar ik mijn talent, beeldend talent vandaan heb, bij mijn ouders. En heel veel van die foto's daarvan wist ik gewoon niet wie ik was. Omdat ik gewoon twee keer hetzelfde jongetje eigenlijk zag. Hè? Eén eigen tweeling, twee ook baby's. Worden ook vaak identiek aangekleed. Dat is natuurlijk zo. Ja, ze hadden op een gegeven moment volgens mij een kleurencode bedacht, mijn ouders. Zo van, die heeft altijd die kleuren aan en die heeft altijd die kleuren aan. Wat voor kleur had jij aan, weet je? Weet ik niet, nee. Ja. Ik kan het wel weer vragen, maar... Okay. Maar ja. Dat heeft uiteindelijk geleid tot dat project. This is me. Dus ik ben toen bij de master me echt gaan richten op... Als ik al niet weet, als ik naar een foto van mezelf kijk, of dat waar is, of ik wel naar een foto van mezelf kijk, als je me zo kunt volgen. Wat zegt dat dan dat ik in een wereld leef vol met portretten om me heen en iedereen maar elkaar fotografeert of zichzelf? Wat betekent dat nou eigenlijk? Heel veel mensen waren dus gericht ook op van, ja, wie ben jij dan in die foto? En voor mij was die vraag helemaal niet meer relevant. Dus toen dacht ik, ja, de waarheid is dat ik dat allebei ben, want ik herken mezelf twee keer visueel. Dus ik ben het gewoon twee keer visueel. Alleen, we weten dat dat in realiteit niet zo kan zijn. Maar dan gaan we kijken naar die foto's met een wetenschap in ons hoofd, maar niet naar wat we in het beeld zelf zien. Dus we kijken naar het beeld met een bepaalde context van, ja, nee, dat kan niet. Maar als ik puur naar dat beeld kijk, kan het natuurlijk wel, want ik herken mezelf gewoon twee keer. Even voor de volledigheid, hè? Ja. Er is wel degelijk een tweelingbroer, toch? Ja. En dat, zeg maar, het klinkt een beetje gek. Even kijken of ik het goed formuleer. En dat ben jij niet. Jij bent echt Willem Populier. Ja, en dan loopt ook iemand rond in deze wereld die eruit ziet zoals ik. Die precies. Niet, ja. Nee, het is wel eens betwijfeld, ook in de media, omdat ik mijn tweelingbroer zo afscherm. Ja. Of ik wel een tweelingbroer heb. Ja. Ja. En even voor de volledigheid nog een keer. Want jij, niet in al je werk, voor de volledigheid, maar in heel veel van je werk ben jij zelf ook te zien. Ja. Weet je, niet zo dat het om jou gaat, maar jouw beeld is te zien in heel veel werk van jou.
Wordt jouw tweelingbroer wel eens aangezien voor jou? Dat is een hey, daar loopt Willem Populier, de bekende fotograaf, kunstenaar. Hij denkt, oh nee, dit ben ik niet. Dat is mijn tweelingbroer die daar dat werkt. Dat zou je aan mijn tweelingbroer moeten vragen. Dat weet ik niet of die dat wel eens ervaart. Heb je wel eens ik heb wel eens meegemaakt dat ik op straat word aangesproken voor mijn tweelingbroer. En dat ik dan zeg, nee, ik ben die ander. Oh, dan kan ik me nog meer voorstellen dat hij voor jou aangezien wordt. Omdat jij dat zou kunnen, heel vaak te zien bent, ja. Lijken jullie nog eigenlijk dus op elkaar? Ja, we hebben andere kapsels en andere kledingstijl, maar ik weet het niet. Als je het aan mevrouw vraagt, zegt ze absoluut niet. En als je het weer aan een wildvreemde vraagt, zeggen ze ja, zeker wel. Wij hebben dus over je achtergrond gehad. Dus zo is het begonnen en zo is jouw verdieping over foto's ontstaan. En als ik op jouw website kijk, weet je, heb je een soort artist statement, heb je een kunstenaars statement gedaan. En het begint na een paar regels met what is an image? Het is in het Engels. En dan heb je, geloof ik, 6 vragen of 8 vragen opgeworpen. Hoe gaan we hiermee om? Wat betekent het als je een foto van iemand maakt? Wat betekent het voor de representatie? Hoe kan je foto's gebruiken om iemand te empoweren? Zeg maar. Al die vragen. En dan zeg je aan het eind bij een ander onderdeel, zeg je, ik wil geen antwoorden geven. Ik wil vragen opwerpen. Maar Willem, jij weet het, ik weet het. Na zoveel jaren onderzoek, heb je wel een beetje richting, toch, richting antwoorden voor jezelf. Je loopt toch nog steeds niet met een groot vraagteken in je hoofd rond van wat is een image? Nou, je geeft ook les. Ja. Tegenwoordig. Ja. Even kort, waar geef je les in? Op de Willem Koning Academie. Willem Koning, gewoon hier om de hoek in Rotterdam. Ja, op de afdeling fotografie. Ja. En ik geef al heel wat jaarles inmiddels ook. Precies. Dus als ik aan jou zo vraag, weet je wel, wat betekent het, weet je wel? Wat is de plek van foto in onze maatschappij? Nou, je zou denken, ja, daar kun je toch inmiddels wel antwoord op geven voor jezelf. Ja. Maar ik stel die vraag ook niet aan mezelf, maar ik wil die vragen juist stellen in bredere zin aan een breder publiek, omdat juist in deze tijd waarin, weet je wel, we hebben net onze telefoons op vliegtuigmodus gezet. Iedereen heeft een telefoon met een voor camera. Voor dit gesprek, erin. Precies. Iedereen heeft een telefoon, er zitten camera's in. Ja. Althans, je kunt het ook camera's noemen waarmee je kunt bellen. Ja. Sterker, tegenwoordig als er een nieuw model het gaat meer om komt, de camera dan om ze, hoe goed het gesprek is. 1500 keer inzoomen met die telefoon. Ja. Het gaat om die specificaties, ja. Dus we zijn zo verzadigd met beeld. En dat roepen we eigenlijk al sinds dat fotografie is uitgevonden, volgens mij. Maar iedereen gebruikt fotografie zonder daar per se stil bij te staan. Niet dat je nou bij alles continu maar stil hoeft te staan. Maar ik verwonder me heel erg over van alles en nog wat. Maar jij staat verwondering al heel lang hier bij je stil, jongen. Ja, maar die verwondering die gaat niet weg. En de omgang van fotografie verandert door de jaren heen. De manier waarop we in onze samenleving beeld waarderen verandert continu. En de waarde van fotografie en wat we ook fotografie noemen, is continu in verandering en sterker nog de afgelopen 5 tot 10 jaar zeer aan het veranderen. En als wij dit gesprek over 5 jaar hebben, dan hebben wij een totaal ander beeld van wat fotografie allemaal kan behelzen. Wat grappig dat je het woord beeld gebruikt voor een gesprek. Hoezo? Je zei, als wij dit gesprek over 5 jaar hebben, dan hebben we een ander beeld over wat fotografie beheerst. Ja, sorry. Ja. Zelfs als je over gesproken woord hebt, heb je over beelden. Ja. Freud. Mag ik even, want kijk, laten we wel wezen, de reden waarom je hier zit, omdat jij, Willem Populier, bent opgenomen in de eregalerij van de Nederlandse fotografie. Jij bent een van de 99 mensen
van wie hier een foto hangt. En zoals ik in het begin zei, die andere foto is voor de bezoekers. Ja. Ik heb zelf ook een foto ingestuurd, dat kan. Daar gaan we straks over hebben. Probeer jouw werk, zoals het nu hier bij mij op tafel ligt, te beschrijven. Want het is niet, in tegenstelling tot de bijna alle andere foto's, is het niet één foto. Ik zie... het is een beetje old one out. Ja, hoeveel foto's zijn het? Het zijn 39. Ja. Dus toen ik werd benaderd dat er 100 foto's kwamen en dat deze serie erin was opgenomen, zei ik, oh, wat zijn de andere 61? Ego, sprak. Nee, ja, maar vertel eens. Het is een beetje gek dat je zegt van één beeld en dat ik dan met 39 pasfoto's erin heb. Pasfoto's, van vertel eens. Het zijn kort. Pasfoto's. Ja. Maar het is natuurlijk bedoeld als één beeld van alle foto's samen. Ja. Het zijn pasfoto's die ik van mezelf heb laten maken. Toen ik met dat onderzoek op de master bezig was. Ja. In welk jaar was het ongeveer? Dit was in 2009. Ja. Ja. En ik was onderzoek aan het doen naar waarom hebben we überhaupt portretten nodig? Gewoon op een officiële manier. Dus weer een vraag. Ja. En niet zozeer dat ik dus voor mezelf het antwoord wil weten, maar meer zo van... Laten we er eens even bij stilstaan hoe dit tot hier is gekomen. Het mechanisme erachter. Het mechanisme erachter. Ja. En het systeem erachter. Precies. Ik werd systeem. Ik stond ergens in een weiland een overstap te pakken naar een andere bus om naar die opleiding te reizen. Toen geloofde de chauffeur mijn OV-chipkaart niet, de pasfoto die erop stond. Je kunt je voorstellen dat ik ook creatieve pasfoto's gebruikte op mijn OV-kaart. Wat voor pasfoto had je dan? Nou, niet zo heel bijzonder, maar blijkbaar vond diegene dat leek een vervalsing of zo in zijn ogen. En het was niet het geval? Dat was jij? Nee, het was gewoon een foto van mij. Maar diegene die zei, je pakt maar een andere. Ja. En dus dat was voor mij een soort van... Wauw, wat gebeurt hier? Ja. Ik word niet geloofd, gewoon op mijn officieel document. Ja. En toen, ja, en die pasfoto... Een pasfoto vind ik altijd magisch, want iedereen die je over de pasfoto vraagt... Iedereen schaamt zich een beetje van... Ja, nee, ja. Ik ken bijna niemand die echt juichend van de daken roept... Oh, ik heb vandaag weer een pasfoto laten maken. Hij is zo mooi, iedereen moet hem zien. En vind ik fascinerend dat we maken allemaal foto's van onszelf... of van onze geliefde, maar die pasfoto, dat is toch zo'n soort van... Iedereen geneert zich een beetje voor de pasfoto. Ja. En, dus dat ben ik gaan onderzoeken. Wat is eigenlijk de geschiedenis? Waarom hebben we een pasfoto? Waarom hebben we hem nodig? Waarom zijn er zoveel regels omheen? Er zijn regels omheen. Er zijn 39 regels omheen. Ja. Vandaar dat je 39... Vandaar 39 foto's. Ik heb die regels bestudeerd. Ik heb ook de hele geschiedenis die fascinerend is van de pasfoto. Je zou denken, super saai en rudimentair en banaal. Maar het is fascinerend. Er zit een heel spannend verhaal achter. En die 39 regels die heb ik uit mijn hoofd geleerd. En ik ben 39 keer, telkens met hetzelfde shirtje aan, naar 39 verschillende fotozaken door heel Nederland gegaan. En iedere keer kwam ik gewoon binnen. Ja, ik heb een pasfoto nodig voor mijn paspoort. En dan zeiden ze, nou gaat u maar zitten. En ging ik proberen om net niet te doen wat er wel nodig is. Ja. Zonder dat die fotografen dan door hadden dat ik met hun een spel aan het spelen was. Bijvoorbeeld dat je je hoofd klein beetje schuiner hield en dan hoofd het schuin, lippen van elkaar, mond open, mag ook niet. Een niet neutrale expressie mag ook niet. Allemaal van dat soort dingetjes. Haar voor je wenkbrauw, dat kan ik nu niet doen, maar dat kon ik toen ook. Dat mag ook niet, je wenkbrauwen moeten vrij zijn. Ja. En dat deed ik net zo lang. Nee, u moet wel rechtop gaan zitten. Maar nu heeft u uw mond weer open. Nee, maar nu... Ja. Nou, op een gegeven moment werd dat dan afgedrukt en dan betaalde ik 10 euro. Dan kreeg ik die 4 pasfoto's mee en dat 39 keer. En dan ging ik iedere keer naar het gemeentehuis om een paspoort aan te vragen. En dan zeiden ze, dank u wel. Oh nee, deze foto is niet goed. En dan, die werd dan afgekeurd. Dan zei ik ook, kom ik wel later terug. Hoeveel van die foto's zijn afgekeurd? Er zijn er 20 afgekeurd. 20 van de 39, dat is gewoon bijna de helft. De helft. Ja, ja. En het heeft uiteindelijk geleid tot die fantastische, dat project kan je zeggen, afgekeurde identiteiten, of in het Engels... Rejected Identities. Ja, fantastisch. Ja. Mooie titel heb je. Het is ook... iedere pasfoto heeft één van die regels onder zich staan. Ja.
En als je die allemaal, als je ook hier in de tentoonstelling, als je gaat kijken, zul je ook zien dat als je dan bijvoorbeeld bij regel zoveel, ik weet nu de nummers niet uit mijn hoofd, maar regel zoveel mond gesloten, dan zul je ook zien dat die pasfoto, daar heb ik mijn mond dicht, maar die foto daar links van of rechts van zul je waarschijnlijk zien dat die dan net daar weer open is. Ja. Ik ga even willekeurig een paar van die regels, van die 39 regels even benoemen. Bijvoorbeeld bij een van die foto's heb je wat je hebt geschonden. De regel die je hebt geschonden is het volgende. Ogen op een horizontale lijn. Ja. Dat, je ogen waren niet op een horizontale lijn. Hoe je het voor elkaar krijgt, dat is voor mij een godswonder. Dus je blijkt bij je ogen... Ja, je probeert. Het is een spel wat je speelt. Het is egale achtergrond. Je hebt zelfs voor elkaar gekregen dat er geen egale achtergrond voor je was. Ja, dat was een gelukje. Er zijn blijkbaar fotografen die het niet eens voor elkaar krijgen in een fotostudio om een niet-egale achtergrond, waar het wel nodig is. Van je vakbroeders moet je het hebben, hè? Ja. En kijk, de grap is even van de hak op de tak, hè? Ja. Want onderaan je website, ik vond het trouwens een mooie website. Dankjewel. Echt mooi, helder, al die beschrijvingen. Want zoals ik ook in het begin zei, niet al je werk gaat over jezelf. Heel veel wel, ben je ook te zien. Als je de voorkant van al die het blad Vogue, heb je zo bewerkt dat het fotomodel in jou verandert met dezelfde pose. Maar sommige van je werken gaan echt over internationale gebeurtenissen. Mm-hmm. Hoe zeg je, de aanslag, het doden van Osama Bin Laden. Ja. Daar heb je werk over gemaakt. Ja. Je hebt jarenlang alle toespraken van Obama. Ja. Daar heb je weer werk van gemaakt. Maar zelfs de aanslagen in Parijs van een aantal jaren geleden, in november, daar was je toevallig ook bij, in Parijs met je vrouw. Daar heb je ook weer op gereflecteerd. Ja, klopt. Dus wat ik daarmee wil zeggen, het is niet alleen maar Willem Populier maakt werkt over Willem Populier of zijn al dan niet tweeling, eigen tweeling. Maar tegenwoordig, je hebt toch gewoon commerciële opdrachten, toch? Ja. Opdrachten, ja. En dan moet je, dat zag ik ook, je maakt foto's van andere mensen, portretten, soms groepsportretten. Hoe makkelijk of moeilijk gaat het je af? Want als het om jezelf gaat, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat is ook een ramp, maar dat is je eigen... Dat is mijn eigen ramp. Ja. Maar hoe kan je het raad van bestuur van de een of andere beursgenoteerde onderneming, zeg maar, laten poseren? Hoe doe je dat? Hoe makkelijk gaat het je af? Als je... Los van de techniek en zo. Nee, dat bedoel ik, los van de techniek. Ja, hoe communiceer je dat? Ik denk dat iedere fotograaf een eigen manier heeft. En kijk, hier nog aan toegevoegd, of misschien voorafgaand, als je mij ziet in mijn werk, is het niet zozeer dat ik, we gaan het eens weer lekker over mij hebben. En mijn ego strelen. Ja. Ik gebruik mijn gezicht, of soms mijn lichaam, zoals bij En Vogue, een serie van covers. Van modebladen. Ik gebruik het als een instrument om iets te onderzoeken. En soms werkt dat heel goed door mijn eigen gezicht continu te gebruiken. Ja. Waardoor het bijna geen... mijn gezicht heeft geen betekenis bijna meer in dat opzicht. Je reflecteert het is een soort canvas. Op het concept. Ja. Dat snap ik heel goed. Ja. Dat doe je echt prachtig. Maar zoals ik zei, op het eerste gezicht lijkt het, weet je wel, omdat je jouw gezicht is, dan denk ik, oh ja, daar heb je wel een populier met dingen die met hem te maken hebben. Maar je hoeft maar 1 jaar, hoe heet dat, op basisschool gezeten te hebben, dan kan je dat overstijgen. Dan zie je, hé, dit gaat over iets anders. Ja. Dat is een commentaar. Ja. Maar zoals ik zei, met je commerciële opdrachten, hoe verhoud je je tot die mensen? Je maakt ook foto's van andere fotografen en raad van bestuur, acteurs. Ik kan me echt voorstellen dat je denkt, oh god, wat moet ik hier nou weer van maken? Wat moet je met raad van bestuur? Ja, dat zijn natuurlijk opdrachten. Daar zitten allerlei voorwaarden aan. En hoe belangrijker en hoe commerciëler de belangen zijn, hoe meer voorwaarden er soms bij zijn. Ik heb wel eens een portret moeten maken waar ik eerst bijna 10 A4'tjes voor moest lezen, waar het allemaal aan moest voldoen. Nee. Als het over pasfoto's hebben. Ja. Maar dat zijn vaak gedachten die achter het beeld zijn. Van we willen graag dit uitstralen en we vinden dat belangrijk. En dat geeft je alleen maar meer houvast om te begrijpen wat zij
wat ze eigenlijk bedoelen. Het is heel moeilijk om te praten over wat je wil in een beeld als het nog niet gemaakt is. Als het nog niet gemaakt is. Laat staan als het nog niet gemaakt is en je zelf ook niet gewend bent om 24/7 te praten over beeld. Ja. Dus dat is fijn. Ik ben niet zo onder de indruk van dat ik mezelf fotografeer of een ander fotografeer. Dus het helpt wel dat je ook niet per se onder de indruk bent van een ander. En je tast af en je kijkt hoe iemand is. En ondertussen heb je een beeld in je... Ja, ik denk dat iedere fotograaf een eigen manier heeft. Oké. Ik had het in mijn hoofd, had ik het veel groter gemaakt. Ik dacht, oh god, daar heb je de kunstenaar die ineens echt commerciële foto's moet maken. Oh, ja. En dan helemaal in kramp schiet. Oh ja. Niks daarvan, hè? Nee, zeker nee, niet. Nee, man, het gaat je makkelijk af. Nee. Nou, ik heb ooit één opdracht gedaan waarin ik meer dan 1000 mensen heb geportretteerd in een paar dagen tijd. En dat was een fantastische ervaring. Ja. Maar ook een soort crash course in... Sindsdien kijk ik nooit meer hetzelfde naar gezichten. Als je zoveel mensen allemaal portretten schiet, ja, op zo hoog mogelijk niveau, dan worden gezichten een soort abstracte elementen voor je hoofd. En variatie hierop, want ik vroeg me af, weet je, als je nu een pasfoto wil, je moet toch af en toe gewoon een pasfoto laten maken, hè? Ja. Weet je wel? Om ergens binnen te komen, paspoort, rijbewijs en dat soort dingen. Hoe gaat het je af? Kan je nog... Oh, heel makkelijk. Ja. Ik heb toevallig anderhalf jaar geleden moest ik mijn nieuw rijbewijs. Daar had ik natuurlijk een pasfoto voor nodig. Ja. En ik had niks fysieks liggen. En ik had net een kindje, mijn tweede dochter was geboren. Zoals dat gaat, vreselijke nachten en niet slapen. Dus ik zag er niet uit. Dus ik ben gewoon gewoon even een pasfoto laten maken, maar dan binnen de regels. Dus je ziet me daar echt heel brak en totaal ellendig op de foto staan. Ingeleverd. Oké. Ja. Nou, ik heb een verleden in de televisie. En ik durf te zeggen, ik kan niet meer normaal naar televisie kijken. Ik zie echt de camera's wat je daar staan. Ik zie de geluidsmensen daar staan. Ik zie de regisseur zweten, weet je, op de achtergrond bij een talkshow. Weet je, ik heb wel eens bij een talkshow ook gewerkt. Dat zie ik, weet je. Ik kan niet neutraal naar kijken. En ik vraag me af, als jij zo'n foto wil laten maken, weet je, van jezelf of van je kinderen of van je vrouw. Ja. Dus buiten het werk gebeuren. Heb je nog die? Kan je het bekijken nog steeds op metaniveau? Ja en nee, ik kan ook gewoon van genieten, ja. Oh, wel genieten? Ja, tuurlijk, zeker, ja. Oké. Laten we een beetje naar het einde toe van dit gesprek even kijken naar de +1 foto's, hè? Dus mensen die een foto hebben ingestuurd naast die 99 geselecteerde foto's. Ik heb hier op de tafel een heleboel foto's liggen van die inzendingen. En mijn vraag is aan jou, kan je, nou, laten we zeggen, als richtlijn 3 uitkiezen en dan vertellen gewoon wat erop staat, beschrijven. En misschien van wie het is. Dus vertel eens, pak 1 of 2 of 2, 3 foto's, pak hem maar. Wat is even kijken. Er valt er een op de grond. Ja, nee, ik pak het even voor je op. Ja, vertel eens. Welke heb je gepakt nu? Ik zit nu te kijken naar Rotterdam. Ja? Denk ik. Een stad. Ik zie een stad. Ik zie een kapot gebouw. Is het de Tweede Wereldoorlog? Nee. Kapot gebouw? Want het is volgens mij een digitale foto. Dus dat hadden ze toen nog niet. Oh, ik zie het. Het is gewoon een soort van een renovatieachtig iets. Een sloop van een gebouw. Ik denk het, ja. Ja. Wat spreekt je aan? Wat zie je? Wat valt je op? Het is we zien een soort van skyline van Rotterdam. Een aantal bekende gebouwen en de zon gaat onder, dus je hebt van dat mooie licht. Dus eigenlijk, je kijkt gewoon niet wat op de voorgrond staat, namelijk dat gebouw dat gesloopt is, wordt. Nee. Maar je kijkt naar de achtergrond. Ja. Ik zie daar bijvoorbeeld rechts een vlag op een torentje hangen. Ja. En ik kan net niet zien wat voor vlag het is. Kijk, dat er een gebouw helemaal kapot is, dat is natuurlijk evident hier. Ja. Want op de voorgrond is het een en al gewoon een kapot gebouw te zien. Met iets heel blauwigs daar. Dat lijkt bijna een soort van... Zeil?
Ja, nee, ze zijn allemaal blauwe. Ik kan het niet thuisbrengen. Allemaal blauwe, gekke, kapotte stukjes. Ja. Maar het is natuurlijk, als je denkt, oh, Rotterdam en een helemaal kapot gebouw. Dan hebben we het over het bombardement of zo. Maar ja, ik ben ook benieuwd naar wat er omheen ligt. Ja. Kan je even, heeft dit een titel of een fotograaf? Ja, er staat Time for Change Now, Rotterdam Post, which among very few buildings even survived the World War. The Second World War is now giving space for the new. Dus Rotterdam Post wordt hier gesloopt voor een nieuw gebouw. En dit was juist een van de gebouwen die de oorlog had overleefd. Ja. Waarmee ik gelijk moet denken aan Helge heeft het gemaakt, denk ik. Of in ieder geval ingeleverd. Ja. Waarmee ik gelijk moet denken aan, ik geef les op de Willem de Koning Academie. En ik ben daar deelhoofd tegenwoordig ook van de afdeling. En wij zitten in, op Blaak zitten wij in het oude bankgebouw. Wat ook een van die gebouwen is die de oorlog heeft overleefd. En ergens op de academie hangt zo'n foto van totaal kapotgeschoten Blaak. Ja, nou ja, het is geen Blaak meer, het is gewoon niks meer. En er staat dan zo in zo'n bankgebouwtje overheen. En ook wel mooi om te. Het bankgebouw is dan nu de academie waar de nieuwe beeldmakers worden opgeleid. Met in de kluis de doka's. In de oude kluizen. Het kan verkeer, hè? Bank wordt de kunst, ja. Andere foto. Pak mij. Mijn moeder. Mijn moeder, oké. Okay, het is niet mijn moeder. Ja, het is een portret. Waarschijnlijk van Peter van der Zouwen. Ja. En ik zat al te kijken, want het is, ik vind het een heel mooi portret, omdat het zo'n, omdat het gewoon een heel intieme foto is. Je kunt direct in haar ogen kijken. Het is een oude vrouw die we zien, zwart-wit. Met wit haar. Wit haar. En ze kijkt zo goed rustig. Weet je wel, heel veel mensen gaan meteen zo in een soort grimas als ze op de foto komen. Ik vind hem mooi gemaakt. En er zit ook echt de diepte scherpte in. Ja, het is een studio setting. Ja. Dus er is geflitst via het plafond. Achter de fotograaf of net erboven. Dus het is mooi verlicht van bovenaf en een zwarte achtergrond. Een klassieker eigenlijk. Echt een klassieker. Ja, en ze heeft ook echt een klassiek hoofd, hè? Al die groeven. Ja, totaal. Echt. Je kunt er ook zo een pasfoto van maken. Ah, ja. Jij maakt zelf ook portretten, zag ik ook, in jouw portfolio. Hè? Ja. Zou dit bij jou ook, zou dit ook jouw stijl kunnen zijn? Ja, ik fotografeer veel in kleur. Ik hou van dat we, als we het in kleur kunnen zien, dat het zo sec mogelijk dan is daarin. Ja. Maar zoiets in zwart-wit is natuurlijk ook wel heel mooi. Ja. Oké, okay, nog één foto. Nog één toetje. Nog een zwart-wit dan. Ja. Dit is een, zo te zien, een oud fotootje van twee jongetjes. Oud in de zin van, ik kan het net zien, volgens mij jaren 40 kan het zijn, misschien 50. Naoorlogse generatie, dus het zal dan de jaren 50 zijn. Er is een auto, dus er is wel iets meer welvaart. Er is een grindpad. Het is in een zonnige plek met groen, al is het zwart-wit natuurlijk, maar we zien bomen, er is een soort oprijlaan en een mooi geknipt heggetje zie ik in de achtergrond aan de zijkant. Dus echt naoorlogs, hè? Rust, reinheid en regelmaat. Precies, ja. En er zijn twee kinderen, zie ik dat goed? Ja, twee kinderen die achter een auto staan. De auto staat open. Ik zou niet weten wat voor auto, maar het is een lekker oud modelletje. Ja. En, wat spreekt je aan deze foto? Dit is echt zo'n kiekje. Niet van meneer Kiek, maar een kiekje. Wat ik zo mooi vind is dat de gewone kiekjes van iedereen, die zullen altijd zijn waarde houden. Alleen voor ons als buitenstaanders is zo'n foto natuurlijk, heeft veel minder belang dan voor degene om wie dit gaat of om wie eraan verbonden zijn. Ja, maar toch, weet je wel, iedereen refereert aan zo'n beeld. Iedereen kan daar een eigen geschiedenis aan plakken. Want dit had jij kunnen zijn met jouw tweelingbroer? Nou, misschien. Of totaal niet. Maar die waarde van, hier zie je eigenlijk ook de kracht van fotografie dat, voor
al die mensen die camera's kopen waarmee je kunt bellen. dat we het leven ook willen vastpakken en vastleggen en bijzondere momenten willen pakken. En dat heeft iets heel banaals, maar dat is ook een hele mooie schoonheid. Dat we daarin, dat een soort gebruik is. Weet je, als je... Het staat ook altijd in het midden, weet je. Want het is niet dat er hier die kindjes aan de rand staan. Nee, het onderwerp staat in het midden. Het is een heel pontificaal, simpel beeld. En daarmee heel doeltreffend en heel universeel eigenlijk. Heel universeel, ja. Ik heb een vraag tot slot. Hè. Zoals ik zei, op je website geef je een mooie beschrijving van je werken van afgelopen, wat zou het zijn? 12 jaar? Langer? Zoiets. Ongeveer, is het? 14 jaar? Ja. Van het werk over president Obama, Your Weekly President, tot En Vogue. En je hebt ook een boek uitgegeven over hoe je de do's en de don'ts van de selfie maken. Ja. Ook een van de leukste dingen die ik zag, als je geen goede kont hebt, zoals Kim Kardashian... Moet je geen foto van je kont maken. Ja, dat is gewoon een... Ja, waarheid als een koe. Waarheid als een koe, precies, ja. En... van al die dingen die je hebt gemaakt, hè? Ik weet dat het een beetje kill your darlings is, hè? Ja. Maar welke van die dingen die je staan... En natuurlijk je eigen pasfoto's of de foto met je tweelingbroer of familiegeschiedenis. Van al die werken van jou, welke enkelvoud of misschien meervoud, mag ook twee zijn. Welke zijn het meest nu nog steeds Willem? Als je denkt, dit ben ik, weet je, dat je bedoel covered... je dat als ik naar die foto kijk, dat ik dan mezelf herken, zoals... Jouw project, ja. Naar het project kijk, als je denkt, dit project, er zit zoveel van hoe ik ben, hè. Het is niet alleen van buiten, maar juist conceptueel, zoals je nu bent in je leven. Want zoveel lagen van mij zit in dat werk, vooral in dat werk. Dat andere ook, maar vooral dat ene of die twee werken... Dat ben ik. Ja, ga ik een heel flauw antwoord geven. Toch allemaal. Ah, nee, dat mag echt. Ik ga nu echt slaan. Weet je, wel de beveiliging. Oh, we hebben helemaal geen beveiliging. Nee. We zitten met z'n tweeën in dit gebouw. Maar, ja? Nou, ik heb wel... Ik heb geen favoriet. Ik heb wel een aantal favorieten, maar dan dat zijn er wel een aantal. Ik hou heel erg van de Vogue covers. Ik hou heel erg van de pasfoto's. De pasfoto's, dus die hier hangen, zijn ook door de jaren heen steeds weer teruggekomen. Bij mezelf, hè? Dus ik bedoel, door de jaren heen hebben ze overal geëxposeerd en zo. Maar dat ik zelf continu weer terug daaraan refereer, of dat ik denk, oh, dat is een voortborduring op het onderzoek. Ja. Of op de werkwijze, of op... een soort concept wat er ook achter ligt. Hè? Ja. Ik bedoel, die selfie guide. Ja, dat zijn een soort de ongeschreven regels van de pasfoto selfie. Dus in die zin zijn die pasfoto's... is een wat vroeger werk, maar wel een constant werk. Wat ook in zijn waarde eigenlijk door de jaren heen alleen maar groeit. Ja. Ja, zo zag ik het ook, moet ik eerlijk zeggen. Zelfs met mijn korte blik. Ik heb me een paar dagen in jou mogen verdiepen. Ik dacht, het is niet voor niets dat juist dit werk is opgenomen. Het is zo... En zoals je ook in sommige artikelen heb je ook gezegd... Ik ben vooral het alledaagse, het gewone. Dat spreekt me heel erg aan. Dat mechanisme wil ik onderzoeken. Het is een onderzoek. Je ziet de regels in. Je hebt contact gehad met ministeries over regels. Je ziet beeld in. Dat ben jij. Maar dat had iedereen kunnen zijn. Ja. Dus in die zin snap ik wel dat dit werk... komt overal in terug. Al zie je het niet direct. Maar dit werk, de afgekeurde identiteiten... That's you. Ja, en als ik nog mag toevoegen, wel dat ook dat werk eigenlijk steeds actueler wordt. Zeker nu met corona en QR-codes en... mondmaskers. Regels. Dat, weet je, die pasfoto's zoals we die nu hebben, dat zijn 39 regels. Dat waren er ooit 11. Die zijn ingevoerd door de nazi's. 10 daarvan zitten nog steeds in die 39 regels. Maar die zijn ingevoerd door een Nederlandse ambtenaar... die gewoon verliefd was op zijn werk.
En heel graag gewoon de bevolking in kaart wilde brengen. Gewoon als een systeem, een kloppend kaartenhuis, kaartenmapje. Ja. Wat uiteindelijk is afgekeurd 3 maanden voor de capitulatie. En na de capitulatie dachten ze, oh, dit is handig. Ja. Maar die man die was bezeten van het perfecte systeem. Om maar een bevolking... om dat in kaart te brengen en er dingen mee te kunnen doen. En als je nu kijkt naar de huidige, nou ja... Regels, 2G of wat we proberen. Ja, iedereen even los van soort, hè, wat of mensen, het goed of slecht ja, is. Ja, helemaal los daarvan. Ja. Wij als samenleving en hoe we daar als burgers met beeld in bewegen... Ja. Met al dan niet restricties... Ja. Dan zie je dat vanuit de geschiedenis... dat zo'n ontzettende impact heeft op het hier en nu. Het komt niet uit de lucht vallen. Ja. Wij zijn die regels. Ja. Willem, ik ga het hierbij laten. Dus de afgekeurde identiteiten is in de eregalerij te bekijken. Naast 98 andere topstukken uit de Nederlandse fotografie. Maar zoals ik zei, er is ook ruimte voor het publiek om 1 foto in te sturen. De zogenaamde plus 1. We hebben hier een aantal van die foto's hebben wij nou besproken. En met mijn waarde gast Willem Populier. En als je zin, tijd hebt om zelf ook een foto te sturen, beste luisteraar, doe het vooral. Want wie weet, misschien ga ik jou volgende keer of mijn collega's gaan het bespreken met andere fotografen. Dat gezegd hebbende, zeg ik dan, gaat allen in vrede. Dankjewel, Willem. Dankjewel.